Patrick Lodewijks, ik kan me voorstellen dat je trots bent na zo'n wedstrijd. Ja, zeker. Zeker vanavond. Voor ons doen en voor de spelers ook. Een mooie ambiance met veel publiek. En als je dan zo'n wedstrijd speelt zoals wij vanavond gedaan hebben, dan ben je heel tevreden. En ook wel trots op deze jongens die allemaal liever in de Kuip spelen of in het Philips Stadion, net als gisteren. Maar niet spelen en dus vanavond bij ons spelen. Ja, en dan, als je dan dit laat zien, dat getuigt van goede mentaliteit, goede instelling en goed karakter. Dus dat is mooi en daar zijn we ook heel blij om. Dat is ook de verdienste van de trainers om ze zo scherp te krijgen natuurlijk. Ja, kijk, als je over doelstellingen spreekt die je in het begin van het seizoen maakt, dan is dit elftal voornamelijk een team geweest waarin wij gezegd hebben van het is belangrijk dat spelers die bij ons spelen zich ontwikkelen, blijven ontwikkelen in hun taak en functie in een positie in het veld. En ja, goed, dat dan in de loop der tijd blijkt dat je ook gewoon kampioen kan worden. Dan komt er een nieuwe, ga je dat een beetje aanpassen. Dat ook gewoon voor een sportman het hoogst haalbare moet je ook gewoon willen bereiken. Dus kampioen worden in deze pool vond ik niet het allerbelangrijkste. Maar als je dan toch zo dichtbij komt, dan moet je hem ook gewoon pakken. En we hebben in heel veel wisselende samenstellingen gespeeld met jongens van Excelsior, met eigen jongens, met ook soms met 5A junioren. Dus als je het over het hele seizoen bekijkt, dan is het wel eigenlijk een compliment aan heel de staf. Want wij proberen, of niet, dat hebben we gedaan, maar geprobeerd in ieder geval om alle omstandigheden rondom onze wedstrijden zo ideaal mogelijk te maken. Met eten, met een goede bus, dus alle randvoorwaarden. We hebben 2 fysio's bij ons, een teammanager. Dus met heel dat team hebben we toch wel voor gezorgd dat elke wedstrijd wel gewoon serieus werd benaderd. En dat heeft ook uiteindelijk het resultaat geleverd. Ja, die ontwikkeling is heel belangrijk, zeg je. Dat is volgens mij wel goed gelukt als je naar bepaalde spelers kijkt die ook af en toe de oversteek naar de Kuip hebben gemaakt. Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, als je kijkt naar Terrence Kongolo, die is bij ons begonnen in het begin van het seizoen en is nu vaste waarde in het eerste elftal. Je hebt zelfs een beetje over Oranje gesproken. Ja, dus we hebben goed werk geleverd. dat is flauwkul, maar dat is inderdaad, daar is het wel voor. Terrence is bij ons, om hem als voorbeeld te nemen, bij ons begonnen en wilde natuurlijk ook meer. Alleen doordat hij bij ons zijn minuten maakte, zich daar ook ontwikkeld heeft, kiest de hoofdcoach op een gegeven moment gewoon voor hem. En zegt van hij doet het goed bij jou. Zo is er ook nooit een discussie geweest om Sven van Beek, als daar een beroep op gedaan moest worden, heeft Ronald daar nooit met zijn ogen geknipperd. Die zet gewoon Sven erin. Nou, en dat soort jongens hebben dat bereikt door natuurlijk op de trainingen goede dingen te laten zien, maar zeker ook in wedstrijden van de belofte. Ja, bij 1 speler hebben we dan nog niet genoemd, is tevreden. Ja, die laat vandaag weer zien dat hij terecht de kans heeft gekregen ook die aantal keren in het eerste natuurlijk. Ja, absoluut. En je ziet dat in heel het seizoen Mitchell enorm gegroeid is, zeker in de wedstrijden van ons. Waarin je ziet dat hij de ervaring die hij in het eerste elftal opgedaan heeft, dat laat hij hier zien dat hij de stappen gemaakt heeft. Nou, dat is hartstikke goed. Dan zijn wij bij het eerste zijn we daar blij mee. Want dat betekent als er met Graziano wat gebeurt, dat we hem daar gewoon neer kunnen zetten. Nou, dat hebben we ook gedaan. Alleen heeft hij ook gescoord. Ja, dus we zijn daar, met wat dat aangaat, zijn we heel tevreden over de ontwikkeling van een aantal spelers. Ja, en dat is belangrijker dan dit kampioenschap, wat wel leuk is, maar dat is het belangrijkste. Ja, het enige wat nu als extra is als je al heel kampioen wordt, dan mag je volgend seizoen meedoen in het bekertoernooi. Nou ja, dat is natuurlijk wel een prijs. En als je dan als belofte elftal tegen misschien een mooie tegenstander loodt, nou, dat is alleen maar leuk. Dat is een goede ervaring voor die jongens. En je hebt laten zien dat je dit seizoen wel ergens voor gevochten hebt en iets gewonnen hebt. Dus dit is mooi, maar wat nu aankomt, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.